En hallo mensen van Jij Movies, ik ben... Wacht, begin ik mijn video's altijd zo? Of ik krijg het niet eens. Ja. En hallo mensen van Jij Movies, ik ben Jason en vandaag gaan wij een Q&A doen. Oké, ik heb een tijdje terug heb ik op Instagram heb ik gevraagd om vragen. Eigenlijk, dat heb ik gedaan. Dus, wij gaan even de vragen doornemen en dan geef ik jullie de antwoord op, want dat is altijd wat jullie al hebben gewild. I know, ik weet het. Ik moet oprotten. Oké. Ja. Ik heb niet echt iets wat ik wil veranderen aan de wereld. Ik bedoel, ja. Hey, waarom ben jij zo normaal? Bruno Mars op zich is mijn... Ja, het is mijn idool, zeg maar. Ja. Ik wil later, zeg maar, iets in de filmindustrie doen. En, ja. Iets in de filmindustrie, dat maakt me niet zoveel uit, voor of achter de camera, dat. Mijn moeder. Oh, dit gaat volledig op YouTube. Shoutout naar C.Sibrandi of Camille. Graag gedaan. Doei. Later. Ja, ik red me nog. Kun je vangen? Nee. Ja, dat ga ik doen. Nee. Wie gaat in het water? Ja. Ik ken mezelf. Ja, ik heb ook een wasmachine. Ja. Dan mag je hem opduiken. Ik zal hem op. Oh. Je gooit het al. Ik ben 14 en word 20, maar... 15. Ja. Dat is zeg maar dat we les hebben. Dat is op zich logisch. Dat is zeg maar. Dat ik niet altijd eerlijk ben geweest tegen mensen. Ik ben niet altijd eerlijk geweest tegen mensen en heb gelogen. Blablabla, maar dat doet iedereen. Dat doet iedereen. Niet dat dat een excuus is, maar. Ja. Ik vind het lekker. Ik heb voor het laatst gezoend gisteren. Gisteren was het donderdag en het is nu vrijdag. Dus ja, met wie dat gaat je niks aan. Mijn kijk. Ja, redelijk. Ja, 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 zeker lekker, tuurlijk. Ja. Ja. Blauw? Mieke heeft blauw? Dat is een hele gemene vraag. Ten eerste kun je daar gewoon niet uit kiezen. Dat is hetzelfde als ik aan jou zou gaan vragen van wie hou je het meest, je moeder of je vader. In principe vind ik het, bij alle twee vind ik het fijnst. Zoals jullie misschien al weten zijn mijn ouders gescheiden. Mijn vader woont hier in dit grote huis, zeg maar. En mijn ma woont, zeg maar, in een appartement in een flat. Qua ouder... Vind ik het bij alle twee even fijn. Als ik het ga hebben over het huis, dan vind ik het bij mijn vader fijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik liever bij mijn vader wil zijn vanwege mijn vader. Dat is eerder vanwege het huis. Verder dan zoenen. Laten we het daarop houden. Geen seks. Nee, ik ben nog steeds maar 8. Oké, in mijn klas zitten er een paar kinderen, een paar meiden. Ja, ik wil niet echt eentje van die meiden ofzo, maar als ik er eentje moet kiezen... Dan Lara, denk ik. Dat is het meest cliché antwoord ever, maar dat, ja. Shoutout naar JC Adelaar, volg er op Instagram. Ik denk het niet. Ik zou het niet zo snel doen. Ik zou het echt niet zo snel doen. Misschien als ik niet goed nadenk of zo, dan zou ik het doen. Maar nee, in principe niet. Ja, dames en heren, of Future Nation. Die is ook al een tijdje begonnen. Strijd ik tegen Stijn en het staat momenteel niet goed voor mij. Laat ik het daarop houden. Wil jij weten hoeveel het staat, dan moet je sowieso even op dat kanaal kijken. Klik op dat i'tje en zo. Doe maar gewoon. Goed, dat waren ze, dames en heren.
Dus vond je deze video graag zeker blijf ik omhoog. Wil je meer abonneren? Dan zie ik jullie zeker de volgende keer weer. Dat was hem.